Goeiedag. Ik, de ondernemer, is een nieuw tv-programma dat elke tweede zondag van de maand wordt uitgezonden op TV Apeldoorn. En in dat programma praten we met ondernemers en ondernemende mensen uit de regio Apeldoorn. En vandaag onze eerste gast, John Berends, burgemeester van Apeldoorn. Die vindt dat Apeldoorners wel wat trotser op hun stad, op hun gemeente, op hun regio mogen zijn. En hij heeft zo dadelijk ook heel goed nieuws te vertellen. En onze tweede gast is Henk Timmer, die samen met Rutwin Pietes, zijn zakelijke partner, alles gaat vertellen over het wel en wee van de voetbalclub AGOVV, die de afgelopen week in zwaar weer was. Het stormde op Berg en Bos, waar wij trouwens de gast zijn. En zo dadelijk het verhaal van Henk en Rutwin. En onze vaste tafelheer is Jacco Elting. En dat vind ik hartstikke leuk. Welkom, Jacco. Dank je, wederzijds. Oké, ik de ondernemer dus. John Berends dus, burgemeester van Apeldoorn. Ik las in de Stentor van zaterdagmorgen op de voorpagina een heel positief verhaal. Het hoofdkantoor, of het hoofd van de nieuwe politieregio Oost-Nederland, komt naar Apeldoorn. Ja, dat klopt inderdaad. Ik werd gistermiddag rond een uur of vier gebeld. Toen ik eigenlijk heerlijk aan het mennen was in het bos. Door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan het mennen in het bos? Ja, ja. Ja, vrijdagmiddag of woensdagmiddag probeer ik dat altijd te doen. Lekker ontspannen naar toch wel een redelijk druk week die ik achter de rug heb. Maar goed, ik werd dus gebeld door het departement. En toen werd mij kenbaar gemaakt dat wij inderdaad de hoofdvestiging krijgen van de korpsleiding van Oost-Nederland. Plus de centrale meldkamer. En in combinatie met de politieopleiding en alle opleidingen van de marechaussee, nationaal wel te verstaan. Ja, worden we toch een beetje de politiestad van Oost-Nederland. Misschien wel Nederland. Ja. Hoeveel arbeidsplaatsen levert dat op? Want dat wil natuurlijk iedereen altijd maar weten. Ik wil het zelf ook weten. Ik ken niet het exacte aantal, dus daar waag ik me nog even niet aan. Maar het zullen er toch wel een aantal zijn. En moet u zeker toch wel aan tientallen denken. En misschien nog wel meer. Ja, u had al een paar leegstaande panden beschikbaar? Ja, helaas wel. Helaas wel. Maar zover ik het kan overzien. Maar het is natuurlijk vooral de korpsleiding die dat moet gaan bekijken. Maar zal het op de Europaweg gehuisvest kunnen gaan worden. Ja. U heeft iets met de politie, hè? Ja, ik ben daar eigenlijk in mijn carrière althans gestart. Ook hier in Apeldoorn aan de Arnhemseweg, waar nu de politieacademie zit. En toen was ik net afgestudeerd vanuit Groningen. En toen heb ik ongeveer 12 jaar daar gewerkt. En toen ben ik de politiek ingegaan. Ja, u kende dus de weg om dat kantoor hier naartoe te krijgen. Want dat is natuurlijk lobbywerk en een beetje persoonlijke feeling. Nou, laat ik het zo zeggen. Op zijn minst versta ik de taal. En dat is altijd wel belangrijk. Maar een beetje stille diplomatie is het wel geweest. Want u moet zich voorstellen, er zijn in ieder geval 4 andere steden. Hè? Arnhem, Nijmegen, Enschede, Zwolle. En de 5e is dan Apeldoorn. 5 korpsbeheerders die met elkaar kijken van welke tak van dienst moet waar komen. En Apeldoorn is niet de grootste stad qua inwoneraantal van die 5. Dat is uiteraard Nijmegen met Hubert Bruls als mijn collega. Maar met elkaar hebben we het goed kunnen doen. En ik ben toch wel een beetje trots. Hoe gaat dat dan? Ik bedoel, dan belt u Ivo Opstelten op, die daar een beetje over gaat. En zegt, hey Ivo, ik heb nog een kantoortje leeg staan. Valt er wat te regelen? Nee, fout. Was het niet gelukt als we het zo hadden gedaan. Nee, het is absoluut de bedoeling dat je eerst met z'n 5 rond de tafel zit. Kijkt wat eigenlijk iedere... eerst anders. De eerste korpschef. Stoffel Heijsma voor Oost-Nederland. Daar heb je het over wat is belangrijk voor de politie om de takken van diensten, waar moeten die gevestigd worden? Waar de recherche, waar de ondersteunende diensten, nou, waar de korpsleiding, waar nogmaals de meldkamer. En dan kom je met de 5 burgemeesters en het advies wat de korpschef formuleert, kom je dan uit. Maar u begrijpt dat tussen die 5 er toch wel even een robbertje gevochten wordt. Voorkeur dat het natuurlijk naar je eigen stad altijd gaat komen. Iedereen wil natuurlijk de korpsleiding, iedereen wil de meldkamer. Hoewel de meldkamer, we hebben hem nu al voor Oost-Nederland hier. Voor IJsseland en Noordoost-Gelderland, moet ik even zeggen. Dus voor 2 oude politieregio's. En ja, dan is het al wel een pre, hè, als je dat hebt. Maar met die andere 3 erbij was het natuurlijk helemaal mooi. Dus nou, dat was nog niet zo ingewikkeld. Maar die korpsleiding was wel iets ingewikkelder. Maar goed, Ivo Opstelten gaat daarover. We hadden een eenduidig advies. En dan, kijk hier. En die andere 4 burgemeesters sturen natuurlijk gelijk een sms'je gefeliciteerd. Ik heb het nog niet mogen ontvangen. Nee, maar dat is ook geen punt. We weten van elkaar hoe de vlag erbij staat. Dus we zijn eigenlijk blij dat ons advies gewoon eenduidig ook is overgenomen door de minister. Dat is eigenlijk wat het allerbelangrijkste. En iedereen is er blij mee trouwens hoor. Ja, hoe belangrijk is dat voor Apeldoorn? Ja, kijk, het heeft vooral te maken met het beeld wat je wil uitstralen als stad. Dat is 1. Nou, ik zei niet voor niets, noem het maar politiestad van Oost-Nederland. Veiligheid is natuurlijk in de politiek een heel belangrijk thema. Daar horen dit soort dingen bij.
En het tweede heeft ook te maken met inderdaad werkgelegenheid. Ja, en als je hier toch al zo'n schitterend kantoor hebt staan aan de Europaweg, waarin verschillende takken zitten, hè, dus ook de witte kolom, zoals wij dat noemen, de hele GGD en de ambulances, maar ook de brandweer. En dan nu de politie erbij. Ja, dat is wel mooi dat je dat dan hier hebt. Ja, maar kunt u zich voorstellen dat een heleboel mensen in Nederland, als ze het over Apeldoorn hebben en iets over Apeldoorn horen van, nou ja, Juliana-toren, AGOVV, een beetje vervelende nieuws, maar daar hebben we het straks over. En eigenlijk is Apeldoorn een slaapstad, kunt u zich dat voorstellen? Nee, ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Nee? Echt niet? Nee, tuurlijk wel. Ja, want u bent hier naartoe gekomen, 100 dagen geleden, om eens wat voor de week te zorgen. Ja, nou is het leuk dat u dat laatst even zegt. Een beetje mijn lijfspreuk is wel rust, ruimte en reuring. R. Ja. Dat is een beetje een rare, rust en reuring. Ja, maar hier zit eigenlijk wel een bestuurder die het fijn vindt om een beetje met paradoxen te werken. En okay. om daar dus goed staande in te blijven. Maar die rust en ruimte zijn hier perfect vertegenwoordigd. En volgens mij ook de goede reuring al wel. Mag nog hier en daar wel wat bij. Maar het wordt niet uitgedragen. Ik noem het wel eens een beetje het zelfbewustzijn van onze inwoners van Apeldoorn. Is dat hetgeen dat u het meest heeft geraakt ook in de eerste 100 dagen of ruim een kwartaal van het jaar? Ja, dat is een mooie vraag. En meen ik oprecht. Wat me echt geraakt heeft, is, ik noem het maar even, het grootstedelijk denken en het kleinstedelijk denken. Sommigen noemen dat dan de stad en het dorp. Dat is het oude, nou ja, ook een paradox trouwens. En dan zie je dat de waardering voor het grootstedelijke niet zo sterk vertegenwoordigd is bij de dorpen. En andersom ook niet. Dus wat er in de stad gebeurt bij de dorpen. En daar, ik denk, en ik probeer daar ook met vele anderen trouwens weer een brug te slaan. Want we zijn wel wat uit elkaar gegroeid de afgelopen jaren. De dorpen hebben niet zoveel met die grote accommodaties. Ik noem maar Coda of Orpheus of Omnisport. Terwijl het schitterende accommodaties zijn. Grootstedelijk, en daarom vind ik dat Nederland dat moet weten. AFAS Tennis Toernooi voor de Goede Orde vind ik een schitterende brug ook die geslagen wordt nu. Nou, zo hadden we van de week hadden we ook het ICT, het Nationale Gala hadden we hier. Nou, dan is toch echt, dat is gewoon de place to be als je in de ICT zit. Er zijn ook grote namen. Het gaat mij trouwens niet altijd om grote namen. Maar goed, dus grootstedelijke voorzieningen zijn hier. Grootschalige evenementen zijn hier. Mogen er nog een paar bij, iets meer reuring nog. Maar dat mogen we beter gaan uitdragen. En dat moeten die dorpen ook gaan waarderen. Maar wat in die dorpen gebeurt, kijk, vraagt u dan eigenlijk niet een cultuuromslag, ook een klein beetje van de manier van denken van de mensen uit deze regio of de ondernemers uit deze regio? Heel veel kunnen goed bestaan, ook binnen deze regio. Hebben misschien ook niet veel verder gekeken dan dat. Terwijl je nu eigenlijk vraagt van ja, je moet misschien wel verder kijken dan de grootstedelijke of de steden driehoek of misschien wel landelijk. Nee, ik vraag het absoluut. Ja, en ik vind dat het ook noodzakelijk is. Omdat leven alleen bij de gemeente of de stad Apeldoorn is te weinig. Leven alleen bij de steden driehoek is ook te weinig. Die relaties moet je vooral in stand houden of hier en daar ook nog verstevigen. Maar we moeten veel gebiedsgerichter gaan denken. We moeten veel meer in Den Haag en Brussel zijn om toch de potten met geld aan te spreken. En zeker in Brussel. En als ik nog een voorbeeld mag noemen. De afgelopen 5-6 maanden heb ik een geweldig introductieprogramma gehad. Ik heb ook een warm hart echt oprecht gekregen voor de Apeldoorners. Maar dan merk ik dat hier een aantal innovatieve bedrijven zitten die worldwide bezig zijn, ook in de nieuwe werelden als Brazilië, China, Argentinië. Want daar is eigenlijk ook de place to be. Hè? En dan denk ik van, ja, wie weet dat nou van elkaar? Dat weten we gewoon niet van elkaar. Wat is het plan van de gemeente om dat dan op te gaan pakken, om dat te gaan faciliteren? Ja, we hebben op dit moment, zo gaat het toch even, met een grootschalige reorganisatie zijn we bezig in onze gemeentelijke organisatie. Dus sterk verzuild toch, hè? RO had niets te maken met vastgoed. Ik zeg dat niet zomaar vanwege de hele vastgoedaffaire natuurlijk die we hier hebben gehad. En dat kan niet meer. Dus de afdeling Economische Zaken of de eenheid Economische Zaken zal veel intensiever met zeg maar mijn lobbyisten in gesprek gaan. Veel directer in de klantcontacten naar bedrijven gaan. Veel meer, niet alleen op de stedendriehoek gericht, maar ook wat ik net aangaf, op Den Haag en Brussel gericht zijn. Zodat we het gebied veel meer neer gaan zetten. Het voorbeeldje wat ik toch graag zou willen noemen. Ik denk ook zo'n maand of 2-3 geleden had ik hier 25 burgemeesters uit China. Nou, Apeldoorn kant 160.000 inwoners. De kleinste stad was 1 miljoen inwoners. Dus u kunt zich voorstellen, in een zaaltje met 25 van dit soort burgemeesters zat ongeveer, ik denk, 2,5 keer Nederland verzameld. En die kwamen hier kijken naar hoe wij de ecofactorijen hebben ingericht. Nou, voor hen is dat nu natuurlijk maar een paar hectares, want zij denken in vele honderden hectares. Nou, daar moet ik niet meer aan denken natuurlijk. Maar dan is het duidelijk dat ze hier komen om te zien hoe die innovatie is. En ze waren gelieerd aan de Erasmus Universiteit. Dus we moeten veel meer van dat soort verbanden met elkaar gaan maken, ook op het gebied van de wetenschap. Ja. Kom ik hier te weinig tegen. Hier wordt bijvoorbeeld ook gedacht van, ja, we moeten een hbo-instelling of we moeten een universiteit. Gebouwelijk, hè? Dus fysiek.
uiteindelijk moet je eigenlijk kiezen ergens voor. Hè? Een stuk focus is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Je ziet heel veel verschillende dingen ontstaan. Maar dan krijg je ook versnippering. Hè? Je krijgt dan niet dat je daardoor één duidelijke focus hebt. En soms kun je beter maar iets heel goed doen. Heel goed verhaaltje vertellen. Ja, ja. In plaats van een heleboel halve verhaaltjes. Ja. Nou, dit zijn geen halve verhalen als u dat ermee bedoelt. Ik merk wel dat Apeldoorn IT-stad een hele belangrijke pijler is. Dat heb ik van de week, wat ik zei, bij dat gala ook gemerkt. Wat erop afkomt. Digitalisering is de toekomst. Daar zit ook een forse markt. Dat zal best voor een paar jaar kunnen. Ik denk ook niet in concepten van 10, 20 jaar. Ik denk meer in concepten van 5, maximaal 10 jaar. Omdat de dynamiek dat ook aangeeft. Nou, dan zou dit thema, Apeldoorn IT-stad, wel eens een hele belangrijke kunnen zijn. Om die, nou ja, nogmaals voor de komende periode neer te zetten. Ja. Ik lees in een groot interview met u in De Ondernemer, dat u vanuit uw kantoor kijkt u naar het grote plein. En daar gebeurt eigenlijk te weinig. Zou u daar niet zelf als stadsomroeper op een katheter willen gaan staan schreeuwen, Apeldoorn, dus kom op, doe wat? Grappig. Nou, ik was net binnen, zeg dan maar even, hè, op een stadhuis. En toen zag ik daar op een gegeven moment zo'n hele grote speaker op het Marktplein gericht staan. Ik zeg, wie bedient daar de microfoon van? Dat is de marktmeester. Ja. En die kondigde dan aan wanneer de markt stopt. Ik denk, er moet een moment komen inderdaad dat via die speaker te horen wordt van dat en dat staat er te gebeuren op het Marktplein. Ik hoef natuurlijk geen Chinese toestanden, dat we daar gymnastiek gaan doen of zo. Dat gebeurt ook met die speakers. Dat heb ik al gehoord van die burgemeesters trouwens. Nee, maar het Marktplein is al wat te stil. Ja, en ik vind het... ik snap natuurlijk die marktrechten, over stadsrechten gesproken. Daar zijn marktrechten er één van. Maar ik denk dat we de inrichting van dat plein... En ik weet dat voorgangers van mij er ook al wel eens mee bezig zijn. Maar misschien dat de Stentor mij daar een handje bij kan helpen. Misschien wel een prijsvraag uit te schrijven. Ik heb trouwens al gesproken met Ruizenaars, de architect van het stadhuis erover. Die heeft ook een plan voor de inrichting van het Marktplein. Eigenlijk is dat het epicentrum. Dat Reuring. Precies, om die Reuring daar te brengen. De automarkt is daar geweest, heb ik gehoord. Nou, nu is het de warenmarkt er nog, de textielmarkt. Volgens mij kunnen we daar nog veel meer doen. Maar u wilt ook dat de Apeldoorn zelf meer initiatieven nemen. Voor de ondernemers ook, die moeten met z'n allen, kom op jongens. Gezamenlijkheid. Ja, het is bijna een open deur. Maar je moet elkaar weten te vinden. Natuurlijk met een verschil van rollen. Maar om die gezamenlijkheid uit te stralen. En dat kunnen we doen. Een beetje een cliché thema. Ja, ik weet het. Je zegt, samen. Ja, logisch dat het samen zou moeten zijn. Hè? Dubbelspel is misschien het enige wat ik een beetje begrijp. Ja, daar ben jij wel goed in geweest, geloof ik. Ja, even. En als jij dan niks doet, dan scoort hij wel een punt aan de overkant. Toch, wat je dan moet afspreken, wat ik dan uit ervaar, zijn toch duidelijke spelregels wat het dan betekent om het samen te doen. En uiteindelijk kan je het wel roepen, maar het moet ook gebeuren. En er moet een soort spelregels zijn die voor iedereen duidelijk zijn hoe je samen werkt. Mm-hmm. Als ik een beetje als insider-outsider in deze regio, heb ik soms het gevoel dat het beperkt is. Welke spelregel zou jij mij adviseren? Want daar sta ik echt open voor. Als jij een goede spelregel voor mij hebt, dan wil ik hem gelijk overnemen. Nou, surfvolley, hè? Een surfvolley zou het doel geweest zijn. Maak je nu weinig indruk meer mee tegenwoordig. Maar je zou met name moeten kijken naar een aantal spelregels. Van wat is er nou voor nodig, inderdaad, ten opzichte van elkaar? Wij zeggen altijd direct, duidelijk, kwetsbaar en oprecht. En dat zijn misschien vier hele makkelijke woorden. Maar dat je in ieder geval direct en duidelijk bent ten opzichte van elkaar. En niet altijd een tweede agenda, maar verborgen probeert te houden. Kwetsbaar, dat je soms ook kan zeggen van ik heb hier hulp bij nodig als gemeente zijn. Ik heb nu jullie aandacht nodig, maar bovenal oprecht. Jij bent ook ondernemer en jeuken jouw vingers wel eens om gewoon eens burgemeester te zeggen, ik heb een wereldidee. Ik heb het vorige gehad, ik had laatst iets gezegd in een soortgelijk blad ook hier vlakbij in Epe, wat natuurlijk ook onder de regio valt. En de burgemeester belde mij op en zegt, nou kom jij maar even op het matje. Dat was ik niet toch? Nee, dat was een collega van jullie. Collega in Epe was dat. Ik heb veel contact gelukkig met andere collega's ook van de gemeente om die dingen te delen. Maar met name wat je vaak wel mist is een stukje oprechtheid. Hè. Op het moment dat je dat wel roept, moet je dat ook, vind ik, in al je vezels, in collega's. Dat je vraagt, ik wil meer ondernemende geest ook binnen de collega's. Dat is best veel gevraagd ook binnen, denk ik, het stadskantoor. Als je een bepaalde samenwerking vraagt, sommige mensen zijn toch daar niet aan gewend. Nou, moeilijk, vraagt andere eigenschappen ook. Ik zou omdat je met die O's ook wat doet, hè? Die ontmoeting. Ik heb gemerkt, terecht hoor, wat je net aangeeft, even van het stadhuis. Een van mijn waarnemingen was ook dat het getypeerd wordt als het IJspaleis of het Witte Huis. Nou ja, dat zegt me trouwens ook van het stadhuis in Den Haag, hoorde ik toevallig van de week. Maar goed, het suggereert in ieder geval onbenaderbaar, hoge drempels. En drempels weg, deuren open. Wij moeten naar buiten toe. Ja. Ik vind het zo belangrijk. 2 dagen, of hooguit 3 dagen in het stadhuis bij wijze van spreken. En ga de straat op. Zeker van economische zaken uit. Ga met die bedrijven in contact. Mensen deelgenoot maken. Vertel waar je mee bezig bent. En kijk waar je elkaar kunt versterken in dat soort dingen. En wij moeten niet bij voorbaat roepen tegen een bedrijf die met een ontwikkeling bezig is. Kan niet volgens wet en regelgeving. Ja. Nee, hoe kunnen we het wel doen met elkaar? Lijkt ook een open deur, maar het is een cultuurverandering. Ja. En ik hoop dat u begrijpt. We komen toch wel uit een periode waarin, even vanuit mijn eigen organisatie gesproken, waar men toch een paar forse klappen heeft moeten verwerken ook.
door die rapporten die verschenen zijn. En ook echt wel gedeeltelijk terecht. Nou, we zijn nu een beetje bezig met herpakken, zo noem ik het dan. Maar dan hoort die openhouding naar buiten toe erbij. Ja, niet alleen luisterend door, gezamenlijk oppakken van initiatieven. Ja, is alleen maar goed. Tot slot, burgemeester. Hoe belangrijk is een betaald voetbalorganisatie? Hoe belangrijk is AGOVV voor Apeldoorn? Ja, ik snap dat u die vraag stelt. Ik bemoei me er tegenaan. En meestal doet een, ja, ik zal zeggen, dat doet een burgemeester meestal niet als hij denkt van het is niet belangrijk. Nee. En ik bemoei me er tegenaan in die zin dat we in het college, het is echt een, het staat bijna op één op de agenda. Op de dinsdagochtend vergaderen we altijd. Hè. En het blijft absoluut niet onbesproken. AGOVV moet blijven als betaald voetbalorganisatie dat, in Apeldoorn. Dit is overvragen van mij op dit moment. Ja. Ook dit snap ik dat u dat vraagt. Maar het is belangrijk genoeg om te kijken of ieder vanuit elkaars verantwoordelijkheid. En ik luister ook heel goed natuurlijk hoe de politiek erin zit, hoe de gemeenteraad van Apeldoorn erin zit. Maar ik vind het belangrijk genoeg om met elkaar te kijken. En zeker gezien het plan wat ook hier op tafel ligt, wat ieders rol erin zou kunnen zijn om het overeind te houden. Maar nogmaals, als het niet kan, kan het niet. Maar ik heb energie genoeg om te kijken of het mogelijk is. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is een mooi voorbeeld van een automaat die in staat is om, als je er een flesje in stopt, hem gelijk in volume te reduceren. Flesje erin. Je hoort dat hij versnipperd wordt. En dit is het resultaat. Onze filosofie is dat je kunt op verschillende manieren hergebruiken. Maar een belangrijke manier is hoogwaardig hergebruik. Dat wil zeggen, als ik even mag, dat je van een fles weer een fles kunt maken en niet van een fles een bermpaal. Nou, deze automaat kennen we vanuit de supermarkt. Hij neemt grote flessen in en wellicht minder bekend. Al kleine flessen, tetrapakken en blikjes. Kijk, dit is een typisch voorbeeld van hoe je het aantrekkelijk kunt maken voor consumenten om bijvoorbeeld batterijen, spaarlampen, cartridges, mobiele telefoons in te leveren. Als er wat wordt ingeleverd, kan men op een knopje drukken en even kijken waarom moet ik nu een spaarlamp inleveren. En je kunt zien waarom je dat moet doen. Dat is ook om het op een aantrekkelijk te maken voor mensen om dat in te leveren. Makkelijk, eenvoudig, schoon. En je geeft mensen ook het gevoel, en niet alleen het gevoel, dat gebeurt dan ook werkelijk, dat ze wat goeds doen. We geloven wel dat ondanks dat we niet de grootste onderneming zijn, dat we een hele positieve bijdrage leveren aan hergebruik van materiaal. En het stimuleren tot hergebruik van materialen. En ik denk dat dat op lange termijn steeds meer en meer duidelijk wordt dat dat heel belangrijk is. Nou, vanuit dat oogpunt is onze onderneming draagt daar op een geautomatiseerde wijze bij. Nooit geweten dat mijn lege flessen hier in Apeldoorn gerecycled werden. Apeldoorn is trouwens toch heel goed in het recyclen. Onlangs nog een groot verhaal in de Stentor gelezen over het recyclen van oude voetbalkunstgrasvelden. Daar is het veld hier op Bergbos trouwens nog niet aan toe, want dat ligt er pas net. Daar gaan we het over hebben, over het herstelplan van AGOVV. Samen met Henk Timmer, directeur van AGOVV, en zijn zakelijke partner, mag ik dat zo zeggen, ja. Rutwin Piëte. Ja. Jullie zijn je de afgelopen week rotgeschrokken, denk ik, hè? Toen dat bericht bekend werd dat de Belastingdienst een strop om de nek van AGOVV had gelegd. Nou, wij schrikken niet zo heel snel meer. Nee? Dus, nou, wij wisten het toen ze ons teruggevraagd hadden, want we waren natuurlijk weg.
En, ja, je was weg en je kwam terug, heel snel. Ja. Dat is meestal de truc om dan alle macht te grijpen, toch? Nou, we hoeven ook niet alle macht. Daar ging het ook niet om. Het was ook niet zo'n heel leuk moment om terug te komen, moet ik eerlijk zeggen, als er een request van de belasting ligt op faillissement. Dus alleen, waar wij heel veel mee hebben natuurlijk, en dat hebben we ook al eens over gehad, is met die mensen die hier werken, met de sport, de spelers. Nou, daar hebben we gezegd, oké, we willen in ieder geval alles eraan doen en te gaan kijken wat we kunnen doen om dat overeind te houden. Nou, daar hebben we naar gekeken en daar zijn we nu volle bak mee bezig. Ja, eerst even terug naar die rechtszaak. Met welk gevoel reed jij daar naartoe, naar de rechtbank? Zo van, de strop hangt om onze nek? Of, ik heb nog een aardig plannetje voor jullie, heren van de rechtbank, of dames misschien ook wel? Nou, het ging, de strop zat om de nek en we stonden op zo'n tafeltje en die hoeft alleen nog maar weggetikt te worden. Maar, ja. En zo zaten we, het was heel simpel. Als je daar normaal gesproken staat tegenover de Belastingdienst die zo stellig was, ja, dan heb je niet heel veel kans. Nee. Maar we zijn er wel heen gegaan, daar een betoog gehouden. En daarin zei de rechter, oké, naar aanleiding van dit plan, dan vinden we wel dat die jongens zeker 4 weken de tijd moeten hebben om te kijken of dit plan haalbaar is. 4 hele weken. Ja, normaal krijg je misschien een week. Maar het zit ook kerst tussen, dus hadden we geluk. Ja, dan wordt een drukke kerst dus. Ja, maar Jan is de eerste keer Marianne, thuis. Het is een beetje jammer, maar goed, we moeten ze maar aanwennen dan. Ja. Op een gegeven moment kwam dus dat bericht van dat dreigende faillissement. En jij kende Rutwin al, die heb je gebeld en zegt, kom eens even langs in hier en we gaan eens even brainstormen over een mooi plan. Nou, het ging iets anders. Okay, ik zei, jij moet komen en je moet de boel even gaan redden. Dus dan blijf ik buiten school als het misgaat. Nee, goed. En dat accepteerde hij meteen. En hij zei, kom er nu aan. Dat zijn echte vrienden. Ja. Nee, het was, ja, natuurlijk, we hebben gefilosofeerd en gebeld. We hadden wel een plan in gedachten al. En goed, ik zeg, joh, wil je meekijken, helpen, ontwikkelen, noem het maar op, wat we voor elkaar kunnen doen om die club en misschien wel een stuk regio intact te houden. Nou, daar zijn we over gaan praten en daar heeft hij prima in meegedacht. Ja, voordat we het over dat plan hebben, even, wat is jouw achtergrond, Rutwin? Nou, geen voetbal. Dat is niet mijn achtergrond. Ik normaal in het dagelijks leven begeleid ik bedrijven bij het ontwikkelen van vooral klantloyaliteitsprogramma's. Dus ik kijk heel erg sterk naar de consumenten en wat de consumenten willen. Ik heb een achtergrond in de tenniswereld, wel als exploitant van tennishallen. Jullie kennen elkaar dus? Vandaar we elkaar wel eens ontmoet. Ah. Daar heb ik veel te maken natuurlijk met hoe ga je klanten naar je park krijgen, hoe ga je ermee om, hoe begeleid je die mensen, hoe maak je het zo leuk mogelijk. Samen met Henk zijn wij 3 jaar geleden een programma gestart om amateursportverenigingen financieel te ondersteunen. Nou is AGOVV natuurlijk niet een amateur sportvereniging. Maar ja, vanuit die hoedanigheid kijken we nu wel mee wat er mogelijk is en, om die sport te behouden. Dan kijken we natuurlijk niet alleen naar de profs, maar dan kijken we ook naar de amateurs en de kinderen die hier op het park voetballen. Tegenwoordig, je kan nog zo weinig dingen kan je nog verborgen houden. Mensen op een gegeven moment weten natuurlijk omdat het een belastingschuld is of dat dingen niet goed gaan. Wordt ook breed uitgemeten daarna in de pers. Dus je moet eigenlijk al een plan op dat moment, moet je eigenlijk van tevoren al een klein beetje klaar hebben om daarop op in te spelen. Jullie zijn heel transparant erin geweest, je geeft eigenlijk precies aan hoe de vork in de steel zit. Maar is dat ook niet een klein beetje dan in dit geval op het sentiment inspelen om in zo'n korte tijd dan toch nog iets gedaan te krijgen? Dat je op die manier dat ook naar buiten brengt. Want je kan natuurlijk een gedegen plan, zoals wat jullie nu natuurlijk wel hebben gepresenteerd, en waar je naartoe wilt werken, dat kun je niet over 4 weken of een korte voorbereidingsperiode doen. Daar heb je sentiment voor nodig van een gemeente of van ondernemers om dat los te krijgen. Ja, dat is zo, maar dan moet je wel ten eerste eerlijk zijn. En dan moet je het wel naar buiten gaan brengen. En als je alles maar blijft verstoppen, dan kom je ook niet bij die sentimenten. En ben je dan niet bang dat de negatieve lading soms gaat krijgen? Dat mensen zeggen, van, nou, laat ik eerst maar eventjes de kat uit de boom kijken? Of denk je juist meer dus vanwege die keuze dat je juist denkt van het gaat meer spin-off geven? Nou, ik denk dat je moet gewoon realistisch zijn. Het eerste waar wij naar gekeken hebben van is betaald voetbal in Apeldoorn? Is dat mogelijk? Is die exploitaties en die begrotingen die de afgelopen jaren hier het voetbal omhoog hoog gehouden hebben. Kan dat wel? Hoe is het zover gekomen? De belastingschuld is niet van een paar maanden, is van enkele jaren. Vandaar dat ze ook zo halstarrig waren. Van ja, we wachten al jaren en we willen dat ten einde brengen. Dan moet je heel snel schakelen. En daar hebben wij heel eerlijk naar elkaar gezegd van, nou ja, als je nou kijkt naar de begroting van het voetbal, als je kijkt naar de sponsors die de afgelopen jaren verbonden waren aan AGOVV, zit je daar geen duurzaamheid in? Dan lukt dat niet. Dan lukt dat niet. Ja, en dat is, dan kan je zeggen dat het niet lukt. En dan kun je weglopen. Of je kunt zeggen, ja, hoe lukt het dan wel?
En daar is eigenlijk dat plan een beetje uit ontstaan. We hebben heel veel met amateurs gesproken, die ook in een hele moeilijke fase zitten. Ja, maar die spelen een hele belangrijke rol, hè, de amateurs van AGOVV, want die zijn eigenaar hier van de accommodatie. Ja, maar zijn ook van 2/3 van hun begroting komt van de betaald voetbalorganisatie. Ja. Dus als de betaald voetbalorganisatie niet meer zou zijn, dan is dat voor hun gelijk een hele moeilijke fase waar ze in terechtkomen. Los van het feit dat zij ook duidelijk maken in de krant, ze hebben niet voor niets bij de gemeente hulp gezocht, een behoorlijke schuldpositie hebben die ze moeten oplossen. En vandaar dat we hebben gezegd, laten we het dan samen doen. Het is, mijn ervaring is, toen Henk mij vroeg, iets eerder al, toen zei ik, ja, maar in de krant staan alleen maar negatieve berichten over AGOVV. En dan zei hij, ja, maar dat zijn de amateurs. Amateurs, wat is dit? Is het nou AGOVV? Dus ook die bekendheid voor de Apeldoornen. We zien het ook nu weer met de tribune. Wie er nou voor verantwoordelijk is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar iedereen denkt dat de profs het zijn. Dat de tribune wordt afgesloten. Ja, want dan krijg je zo'n verhaal erbij de afgelopen week dat de tribune afgekeurd is. Nou, dat kun je dan net even niet gebruiken. Nee, maar goed, kijk ook daarin. Wat hij bedoelde op een gegeven moment, zei ook, ja, er staat wat in de krant. Ja, dat zijn wij, dat zijn amateurs. Ja. En ja, maar amateurs dat weten de mensen vaak niet. Nee, maar andersom is het ook vaak gebeurd natuurlijk. Mm-hmm. Dat wij dan negatief in maar dan zeggen ze tegen de amateurs van, ja, wat is dat nou weer? Dus het was zo verwarrend. Het is voor iedereen verwarrend. Voor sponsoren, voor publiek, voor pers. Dus toen hebben wij ook gezegd van, ja, om in ieder geval dat al, die verwarring kwijt te raken, is het al beter om één geheel te zijn. Ja. We vroegen net aan de burgemeester ook over samen dingen doen. Nou, jullie zitten samen aan tafel. In wezen wat je daar vraagt is dat de amateurvereniging en de profclub ook samen gaan, maar dan echt volledig samen moeten gaan. In het nieuwe plan wat jullie hebben gepresenteerd vraag je ook best veel samenwerkingen met de omgeving, met wellicht een open verhaal met andere sportverenigingen die hier al zitten. Je zit vlakbij natuurlijk ook ten opzichte van het Orde Bosch. Dat moet ook maar samen kunnen gaan. Dus je bent best wel veel samenwerkingen zoekende, zeg maar. Slecht Nederlands, maar je begrijpt wat ik bedoel. Nee, maar wat wij ook wel doen is wel reuring creëren. Ja. Wat is dat? In ieder geval geen rust. Ruimte heb je ook. Ja. Ruimte is er ook. Dus we hebben er al twee. Alleen die laatste twee. Henk, wat is de basis van het plan? Waar is het op gestoeld? Waar baseer je het op dat het kan? Nou ja, we baseren het op dat het kan. We hebben dit uitgewerkt en we zijn hiermee bezig om dat te onderzoeken. Kijk, en daarom heb ik Rutwin erin betrokken. Die zit hier volledig in. En met z'n tweeën gaan we kijken naar van, nou ja, sport, marketing, noem het maar op. En dit is nu een compleet complex. Waar je, het is hier 5,5 hectare. En daar wil je wat mee doen? Ja, daar wil je wat mee doen. Daar ga je kijken dat we daar met jeugd dingen kunnen doen. Tennisbaan, een skilebaan, Nordic walking, vergrijzing. Maar daar weet je alles van even. Oh. Dus, weet je wat, dus er zijn leuk gesprek dit. Dus heel veel dingen wat je hier kan doen. En nou, daar hebben we een prachtig plan over gemaakt. De doelstelling is eigenlijk om de betaald voetbalorganisatie een deel van de begroting te laten zijn. Nu is alles afhankelijk van sponsors. Andere inkomstenbronnen zijn er nauwelijks. En als we dat park meer benutten, als je hierachter kijkt wat voor een velden hier liggen. En we kunnen dat organisatorisch met een managementteam zo in elkaar steken dat het voor alle sporten hetzelfde management is. Maar daarmee zeg je ook het omgekeerde voor de duurzaamheid. Dus voor de lange termijn voetbal hier bij AGOVV, dat het ook afhankelijk gaat worden van de exploitatie van de andere plannen die er zijn. Ja. Stel dat het daardoor niet snel genoeg gaat, of je krijgt het niet snel genoeg op de rit, het duurt wat langer. Er zit ergens een breekpunt in de plannen die jullie hebben, natuurlijk in het korte termijn een probleem oplossen. Nou, er zit ergens een drempel van nu dingen regelen en dan een stuk duurzaamheid naar de toekomst toe. Nou, ik zou het anders zien. Er kan alleen maar een lange termijn oplossing bedacht worden om de korte termijn op te lossen nu. Want je kan nu geen sponsors of investeerders vragen om een korte termijn oplossing. We praten hier over een investering alleen voor de betaald voetbalclub van €1 miljoen om een seizoen te kunnen uitspelen. Dat is, praat je over seizoen 12-13 uitspelen? Om dit seizoen, ja. Salarissen? Ja, de huurkosten en andere partijen die je netjes moet betalen. Ja, dat is een beetje een onwerkelijke situatie. En dan moet je je afvragen, en dat is ook wat wij hebben gezegd, of dat wel verantwoord is om dat te doen. Als je misschien nu even een korte injectie krijgt waarmee je misschien de Belastingdienst zou kunnen oplossen. Wat is dan je volgende probleem? En ja, daarvan zeggen wij, ja, dat is onverantwoord, dat moet niet gebeuren. Dat is misschien al te vaak gebeurd. Het vertrouwen is ook weg in Apeldoorn. Dus laten we maar gelijk naar het lange termijn kijken. Wetende dat als je dat niet kan invullen, ja, dat je dan misschien moet zeggen, het is... Maar je moet in een hele korte tijd, in 4 weken, moet je mensen voor de lange termijn zien te committeren.
om ook een kortstondig probleem nog eventjes op te kunnen lossen tussen aanhalingstekens? Ik denk dat als je een goed langetermijnplan hebt, dat dan de korte termijn, de Belastingdienst bijvoorbeeld, best wel mee gaat denken. Wij hebben vastgesteld dat ze nooit een plan hebben gekregen. Ze hebben veel beloftes gekregen van de club. Dat is de reden dat ze zeggen van ja, het is wel een keer genoeg geweest. Het is ook uitzonderlijk wat Henk al zegt, dat we 4 weken uitstel hebben gekregen van de rechter. Dat heeft hij gedaan door te bladeren door het plan. Ja. Gewoon om ons de kans te geven om dat te doen. En ja, dat vertrouwen van hem, dat nemen wij natuurlijk mee naar investeerders waar we nu mee praten. En die houden we maar 1 ding voor ogen. Het kan alleen als alle stappen kloppen. En dan... Heb je al de namen van investeerders, mensen van investeerders die... Namen niet, maar we praten wel met investeerders. Ja. Ben je 24 uur van de dag mee bezig, denk ik, Henk. Is het ook emotie en gebruik jij ook jouw naamsbekendheid? Nou, emotie... Naamsbekendheid wel, denk ik. Want, ja. Maar sport en emotie, dat hoort bij elkaar. Jawel, maar wij kijken er wel ook... Kijk, we kijken natuurlijk op emotie, maar we kijken wel heel rationeel ernaar. We moeten wel eerlijk blijven zijn. Wat we ook toen we terugkwamen gelijk gezegd hebben... We zijn open, transparant en eerlijk. En dat is eigenlijk 1 ding. Maar goed, je moet dat wel blijven doen. En dan kun je wel constant op emotie gaan zitten. Maar je moet reëel zijn. En dat wat Rutte net ook zei. Kijk, als al die stapjes niet gaan kunnen... en wij kunnen dat niet aan investeerders gaan zeggen... dan gaan wij niet wachten op de Belastingdienst. Nee, maar je gebruikt jouw naamsbekendheid ook? Ja, ja, maar goed. En jouw winnaarsmentaliteit? Maar dat doe ik niet bewust. Dat gaat vaak... Nee, maar het gaat toch zo. Maar het is wel lekker makkelijk om als Henk Timmer binnen te komen dan als Hans Jansen, ik noem maar wat. Ja, maar als je binnenkomt... Ondernemerschap zullen ze ook moeten laten zien natuurlijk, als je dit wilt gaan. Kijk, je kan binnenkomen op je naam, en dat weet Jacco net zo goed, maar daarnaast moet je daarna wel goed doen, want anders word je net zo hard afgerekend op je naam. Zitten voor de korte termijn niet voldoende liquide middelen in het spelers arsenaal? Jawel. Er zitten wel een aantal spelers in die wat geld. Je zou natuurlijk sportief, ja, niet dat je een paar mooie resultaten gaat, misschien korte termijn, maar over het hele jaar door. Nou, dat maakt het niet uit of je nou straks 15e, 16e, 12e of 11e staat op de ranking, als ik het eventjes mag zeggen. Ja. Dus dan zou je beter kunnen zeggen, van, we kunnen misschien een talent die hier zit, kunnen we daar ergens misschien bij de contacten die je hebt binnen de voetbalwereld die verkopen. Dat we wat geld daarvoor kunnen pakken, daarmee een kortstondig probleem oplossen. Misschien sportief even een stapje terug nog dit seizoen, wellicht nog een seizoen. Maar dat je daardoor wel de totale haalbaarheid van het plan kunt bewerkstelligen. Ja, want zometeen gaat de transferwindow weer open. Loopt hier nog een Mertens of een Chatley of een Huntelaar rond? Nou ja, als de mensen een beetje gekeken hebben. Want AGOVV heeft daar natuurlijk wel altijd goed mee gescoord. Nee, maar die hangen ook in mijn kantoor. Als ik hier met spelers ga zitten om te praten. De Huntelaar-tribune, ja, daar zitten gewoon, er hangen 3 foto's. Ja. Dus ik, nou, daar kun je naartoe. En we hebben er inderdaad een paar lopen nu die wel die stappen kunnen maken. Maar dan, kijk, als je volgende week of over 2 weken failliet zou zijn... Dan is speler natuurlijk niks meer waar, dan kan hij gewoon weg. Maar dan krijg je natuurlijk ook dat je trainer André Zulderink bij jou binnenkomt en zegt... Hey Henk, we gaan niet onze beste spelers verkopen. Hè? Nou, kijk, als je kijkt, dat wil ik ook nog wel zeggen. Kijk, die spelers, daar neem ik echt mijn petje vooraf. Want als je kijkt hoe die reageren... Ja, ik heb het zelf als speler meegemaakt. Het komt constant, gaat het dan over. Ja, ik heb dit niet gehad en dat is niet goed. Die jongens die doen gewoon hun ding. Gisteravond heb ik keurig netjes gewonnen met 6-1 bij Eindhoven. Ja, staan er gewoon achter en zeggen, jongens, we vertrouwen jullie en we hebben alle hoop in dat het lukt. En als het niet dan lukt, mocht lukken, dan weten we dat jullie er in ieder geval alles aan gedaan hebben. En die houden zich keurig netjes rustig, trainen keihard en doen hun ding. Dus ze hebben het wel eens over, ja, in deze periode met jeugdige spelers. Makkelijke generatie. Nou, ik neem een petje voor de jongens af. Ja, hoe belangrijk is dat dan, zo'n 6-1 overwinning in en op Eindhoven? Dat is dan net even wat je kunt gebruiken? Nou, wat jij zei, in de sport is er vaak emotie. En er zijn ook heel veel mensen die dan naar weer gekeken hebben en zeggen... Nou, we zijn met die jongens aan het praten. God, toch gisteren weer 6-1 gewonnen. Ja. Dat speelt wel in sport. Ja. Je praat ook over samenwerking in het verleden vanuit AGOV. Eerst met die club van Tjöling hebben ze volgens mij een soort eerste gesprekken gehad toen met Twente. Ja. Nu dan met Vitesse. Maar Vitesse liep al. Het liep al natuurlijk een klein beetje. Maar hoe moet ik dat nou precies inschatten? Ik bedoel, kan ik op spelersniveau en uitwisseling van dat soort dingen. Kennis, misschien trainers, misschien faciliteiten. Een aantal dingen kun je met elkaar delen. Maar hoe serieus moet ik dat nu nemen? Want tot nu toe zijn die andere plannen nooit echt serieus verwezenlijk. Dat het echt AGOV heel erg geholpen heeft. Nou, exact wat jij net zei.
Het is niet zo dat bijvoorbeeld Jordania de club koopt, wat ook al overal ingestaan is. Ja, als dat echt geval is, zou je toch misschien in zijn contraire ook nog wat kunnen vinden? Ja, maar goed, het mag niet eens. Kijk, het is, je mag geen twee clubs hebben. Nee, dus allemaal broodje-aap verhalen. Kijk, het is zo, als die samenwerking er is, dan doe je met de jeugdopleiding doe je wat dingen samen. Je kan kijken dat je bij hun van hun spelers krijgt, zeg maar, die dan bij ons rijpen en bij hun op de loonlijst staan. Dat scheelt ons in onze loonkosten weer een hoop. Nou, je hebt daarop, kijk, je zet nu niet de kat uit de boom ondertussen, ook om even te kijken hoe het hier allemaal regelt de komende weken. Nee, dat is wel een proces wat gewoon doorloopt. Ja, ja, zij moesten pas op de plaats nemen omdat er gesprekken met Twente hebben plaatsgevonden. En die waren ver gevorderd. Dat was het moment dat Henk ook aangaf van ja, ik neem even een plaats terug. Want werd door andere partijen, er zijn natuurlijk veel mensen die de club willen helpen. Die waren vrij ver met Twente. Wij hadden de gesprekken met Vitesse toen al afgerond in diezelfde week feitelijk. Toen heeft Henk ook gezegd, nou laat dat afronden, rond dat af, die gesprekken met Twente. Dat is niet gelukt. Om welke redenen, dat is nog niet bekend. Ja. Vitesse heeft keurig gewacht en heeft ook al contractvoorstellen gedaan. Die liggen er ook voor de club. En die ziet inderdaad op de dingen die jij zegt. Maar dat is wel wezenlijk voor de begroting van deze club. Ja, is dat ook een beetje het probleem geweest? De onduidelijkheid die er hier rond en over Berg en Bos heerste? Van wie heeft nou wat te zeggen? Nou ja, dat waren heel veel verschillende richtingen. En met alle goede bedoelingen van dien, maar dat is niet goed. Kijk, en als je een richting kiest, dan kunnen, nou ja, wat wij nu gedaan hebben en waar we het net over gehad hebben, met bijvoorbeeld een Vitesse, had ook Twente kunnen zijn. Maar dan kun je dus samenwerken op medisch gebied, op nou ja, facilitair zelfs. Je kan nog zeggen, ook een trainer die zegt van, nou, we hebben hier 6 spelers van Vitesse lopen, maar dus 3 keer in de week hier ook een trainer van Vitesse. Zoals Chelsea dat ook doet, met talenten. Die worden niet eventjes, je moet even naar AGOV en dan, nee, er komt dan een trainer die ook met hun individueel aan de slag gaat. En dat zijn allemaal dingen. En wat hij ook zegt, bij ons van de loonlijst af, ja, dat scheelt een paar ton. Nou, op een begrotingje die wij hebben, ja, dat is huge. Ik heb nog een vraag hierover eventjes. Op een gegeven moment dan, stel dat je krijgt de dingen voor elkaar zoals je nu van plan bent. Je komt met iets moois binnen de komende 4 weken. Hoe lang gaat het duren als je dit kan effectueren en je zou de samenwerking kunnen vinden met de omgeving en de verschillende plannen hier, dat je dit plan, dat geld kunt laten opbrengen, zodat je hier een duurzaam verhaal ook krijgt voor de voetbalclub tegelijkertijd? Waar moet ik dan aan denken? Ja, bedoel je de exploitatie? Ja, exploitatie van de andere dingen wat Henk net opnoemde. Hè, de andere sportfaciliteiten, Nordic Walking. Het is verschillende dingen die jullie in je plan hebben benadrukt. Ja, het ligt een beetje afhankelijk hoe de gemeente er tegenaan kijkt. We hebben als eerste deze plannen bij de gemeente neergelegd als discussiestuk, zeg maar. Om te kijken, ja, hoe staan jullie hier tegenover? Wij denken dat de bestemming van dit park sportvelden zijn. We hebben ingetekend dat we op bestaande sportvelden willen we in plaats van een voetbaltrainingsveld willen we graag een aantal tennisbanen. Stel dat het allemaal goed gaat. Je vindt de partnerships. De gemeente is helemaal blij. Een fantastisch goed plan. Als de amateurs dan ook zouden meewerken. Daar is dinsdag een ledenvergadering voor dat het 1 club wordt. Dan hebben we eigenlijk alle puzzelstukjes gevonden. Dan moeten we nog met de juiste investeerder dat laatste hobbeltje nemen. En nogmaals, dat ziet echt in het eindplan. En of dat dan wat langer duurt voordat het exploitabel is, dat is een andere discussie. Maar dan heb je voldoende liquide middelen om tot dat moment gewoon door te kunnen functioneren. Ja, want dan wordt het gewoon een onderneming. En dan zeg je gewoon, nou, om daar te komen heb ik werkkapitaal nodig. Maar dat ziet dan niet alleen op de begroting van de betaalde voetbalorganisatie. Dat is het belangrijkste. Er wordt een drukke agenda de komende dagen, heren. Ja. En waarschijnlijk geen kerstfeestdagen. Eerste en tweede kerstdag. Nee, dat, Ontzettend veel succes ermee, Rutwin en Henk. Dankjewel. Schuift aan onze laatste gast, Theo Sieremans. Een Apeldoorner ook? Jazeker, sinds 1994 geworteld. Ja, ik heb ergens een tekst gelezen, een vreselijke tekst. Proud to be an Apeldoorner. Wat is dat eigenlijk? Ik denk dat, ik zit hier toch vanuit de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Een netwerk sinds 1777. En dan denk ik dat juist als je naar de cultuurwaarde van een stad als Apeldoorn kijkt, hier ook juist die vereniging zit van datgene wat of in onze doelstellingen staat. Het verbinden van overheden. Kijken naar alles wat er hier verder ook aan het Koninklijk Huis verbonden is. Kijken naar kennisinstellingen. Meneer Berends heeft er net al uitvoerig verteld wat voor een prachtige stad Apeldoorn ook op dit moment nog steeds is in dat opzicht. En uiteraard het bedrijfsleven met een toch wel heel bijzondere eigen cultuur.
ten opzichte van de Randstad. Ja. Op een andere manier verbindend. Ja, dus daarom ben ik er trots op. Zeker. Ja, dat begrijp ik en terecht. Ik ken een heleboel instellingen. Ik ken de Kamer van Koophandel, ik ken VNO, NCW, gemeentebesturen, gemeenteraden. Maar uw vereniging, uw club, als ik dat zo mag noemen, absoluut niet denigreren, ken ik eigenlijk niet. Wat is het voor een club? Ja, zoals ik zei, in 1777 opgericht eigenlijk echt vanwege de stimulans voor de maatschappij. De economische tak heette het, economische tak van de maatschappij. En dat kun je vergelijken met wat destijds, wat tegenwoordig de SER een beetje zou zijn. Het adviesorgaan voor het opinierend, het beschouwend opereren in die driehoek. En inderdaad, de clubs die u noemt, de VNO-NCW en ook hier in Apeldoorn, laten we de bedrijvenkring Apeldoorn niet vergeten, zijn belangenbehartigers. En belangenbehartigers vanuit het perspectief van de sector, van de branche als zodanig. BKH is 15 jaar geleden ontstaan uit de maatschappij, juist omdat de maatschappij zich openierend wilde blijven kunnen opstellen zonder in conflict te komen met belangenbehartiging. En je ziet dus dat wij betrokken zijn geweest als organisatie landelijk. Mm-hmm. Op dit moment nog steeds met rond de 4000 mensen als lid in zo'n 30 departementen, zoals we dat noemen. Juist op allerlei maatschappelijk verantwoorde gebieden. En ook daarmee dus innovatie proberen te doen stimuleren. Jij knikt, Jacco, jij kent... Ik ken hem, maar net zoals jij ook aangaf, niet goed genoeg. En dat is ook een beetje altijd weer daar verwarring en duidelijkheid. Is ook weer een belangrijk aspect. En als je dingen samen wil doen, dan is het ook in dat vlak voor mij best wel actief in de afgelopen periode in deze regio. Mm-hmm. Soms best wel eens moeilijk om in te schatten hoe de hazen lopen. En welke partij heb je nou nodig om dingen echt te laten bewegen? En zijn inderdaad geen instanties, positief bedoeld, maar die er al heel lang zijn. En die eigenlijk een beetje zoekende zijn naar hun eigen identiteit of een overlappende activiteit met een andere hebben. En dat vind ik soms best wel eens moeilijk om in te schatten. En ik weet ervan omdat ik de laatste tijd wat meer mee te maken heb gehad. Maar soms heb ik ook een beetje het gevoel dat het te veel van alles is. En ook dat het te veel gesproken gaat worden. Op een gegeven moment moet je natuurlijk ook net als in de sport, op een gegeven moment moet je gewoon poetsen. Ja, winnen de punten. Ja, ik hou niet zoveel van vergaderen om het te vergaderen, zeg maar. Kunt u zich dat voorstellen, wat Jacco zegt? Ja, uitstekend. En ik denk dat dat ook een van de redenen is geweest waarom wij als maatschappij, wat ik daarnet al zei, nog slechts 4000 mensen groot zijn. We waren een jaar of 10 geleden dan 10.000 groot. Dat heeft te maken ook met de scenes die je in allerlei ontwikkelingen ziet. En ik denk dat de afgelopen jaren het ook duidelijk heeft gemanifesteerd, de organisatie zich heeft gemanifesteerd als een centraal geleide organisatie die wel wist hoe het moest. En ook daar is de slag vorig jaar nadrukkelijk gemaakt. Het volledige landelijk bestuur is vernieuwd. Ik mag daar tegenwoordig ook onderdeel van uitmaken. Dus ik kijk echt vanuit de binnenkant mee om echt wat te gaan doen. En die samen aan te pakken daarin. Ja. Dat zie je veel gebeuren. Hè? Dat heel van die bijeenkomsten, nieuwjaarsbijeenkomsten, dat het heel vaak toch veel bedrijven daar zijn die dienstverlenende activiteit hebben. En dat de echte ondernemers daar toch een klein beetje verstek laten gaan. Die moeten zichzelf afvragen, waar ga ik met mijn kostbare tijd op dit moment... Ja, die zijn aan het werk, die hebben geen tijd om te borrelen. Ja, maar aan de andere kant zijn ze altijd geïnteresseerd natuurlijk... Mm-hmm. In een goede samenwerkingen of in een wit voetje halen bij een groep mensen die ze nodig hebben. Dat klinkt misschien heel, heel direct. Maar dat is toch wel een ondernemer, die is altijd op zoek naar zijn kansen in dat geval. Ja. En dat is ook denk ik wel een reden waarom je veel van de clubs op dit moment ziet... dat ze inderdaad ook een soort nieuwe gedachtegang hebben moeten maken... van dat ze ook weer klaar zijn voor de toekomst. Eigenlijk hetzelfde wat je bij AVV ziet gebeuren. Dat je op de bestaande manier niet meer voldoende bent om onderscheiden te zijn ten opzichte van de rest. Ja. En dat je daar toch, dan zie je heel veel die mensen daar ook nog wel moeite mee hebben, of van dat ze de goede vertaalslag kunnen maken naar het dagelijks ondernemen. Ja, Eén feit staat al vast. Op 9 januari gaat u de ondernemersprijs uitreiken. Ja, dat is voor de 7e keer wordt de 2-jaarlijkse ondernemersprijs van departement Apeldoorn en Epe uitgereikt. Aan de ondernemer die inderdaad in dit gebied werkzaam is. Maar het kan ook een overheidsorganisatie zijn, in dat geval zelfs. Als men zich maar onderscheidt op die criteria die wij van belang vinden binnen die driehoek. En daar zit uiteraard de innovatie als een belangrijke factor bij. Daar zit ook uiteraard de duurzaamheid bij. Maar wat versta je onder duurzaamheid? MVO is een breed traject. Precies. Ja. En vandaar dat wij toch ook een vrij serieus onderzoek doen. Nathan Stukker, onze wethouder van Economische Zaken, is daar zelfs juryvoorzitter van. Die gaat ook mee op bedrijfsbezoek bij de genomineerden. Hoeveel zijn dat er? Dat zijn er alles bij elkaar op de shortlist zijn dat er 4.
En we zullen op 9 januari met 3 daarvan Ik heb nog geen bericht gehad hier. Welke zijn Beetje vreemd. Kan al. Ik ben gevestigd in Epe namelijk. Jij valt er buiten. Ze zijn er wel bekend dus. De namen van de 3 genomineerden zijn bekend. Maar de winnaar is nog niet bekend. De winnaar is nog niet bekend. Wie zijn de 3 genomineerden? Ik mag dat zelfs nog niet op dit moment. De 3 genomineerden mag u nog niet zeggen? Die mag ik op dit moment nog niet noemen. Wat wordt het voor een avond? Een gala-avond in Omnisport of in Orpheus of hier? Of smoking? Om het echt als Apeldoornse ondernemers met elkaar ook bij een Apeldoornse ondernemer onder te brengen. Wassink Bestratingen is dit jaar onze gastheer. Andere jaren zijn de gasten mogen sms'en wie de winnaar wordt, net als bij de Voice of Holland. In dit geval zouden we dat nog eens even met meneer Stukker moeten overleggen, of dat inderdaad kan. Maar ik denk dat al reeds door de jury op een zorgvuldige manier is gedaan. Want waar het ook om gaat, is ook de continuïteit van de organisatie voor zover dat te beoordelen valt met datgene wat of men doet. Het is dus niet een eendagsvlieg, het moet ook een organisatie zijn die dat wat hij doet, ook in precies die termijn, tussen nu en een jaar of 5, echt ook al gaan realiseren op een manier die bijdraagt niet alleen aan de eigen onderneming, maar ook aan de doelstellingen die wij in onze criteria hebben. Oké, dat was een mooie avond op 9 januari. Dit was de eerste aflevering van Ik de Ondernemer. Fijn dat u gekeken heeft en volgend jaar zijn we er weer. Tot dan. Dank je wel.